Dames en heren, hartelijk welkom bij de 37e aflevering van Licht op Leiden. Deze week hadden we de verkiezingen in Nederland. Spannende uitslag, denk ik. En we hebben ook gehad het referendum. En dat zal zeker ook spannend worden. Vandaag is onze gast Gerard Kramer. Gerard Kramer is diplomaat geweest in zijn werkzaam leven. En in zijn pensioentijd, zoals hij dat zelf noemt, is hij ook nog diplomaat geweest. Eigenlijk ook vertegenwoordiger in zijn eigen stad. We zullen het daar straks over hebben. Gerard, van harte welkom. Dankjewel, Rens. We gaan het ook vanmiddag hebben over een Leidenaar van de Week. Die komt straks aan de beurt. Gerard, nogmaals welkom. Dit gesprek begint altijd met de vraag, waar kom je vandaan en wie ben je eigenlijk? Ik heb begrepen, jij komt uit een eenoudergezin. Ja, dat klopt. Ik ben geboren in 1944 in de Drentse hoofdstad Assen. Een jaar voordat de oorlog afliep. En toen de oorlog afliep, was ik intussen half wees. Want mijn vader was begin 45 door de SS omgebracht in het concentratiekamp Neuengamme. Ja. Vanwege zijn verzetsactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus ja, opgegroeid in een eenoudergezin. Voor mijn vader hebben we een aantal jaren geleden een struikelsteen onthuld voor het huis waar hij woonde en waar ik geboren ben. Ik vind het een hele mooie manier van heel persoonlijk herdenken. In Leiden heb je ook een aantal van deze stenen, maar het is hier nooit systematisch aangepakt. In Assen en in vele andere steden is dat wel gebeurd. In Assen gaat het om 420 stenen in totaal voor Joodse slachtoffers en verzetsslachtoffers. Opgegroeid dus in dat eenoudergezin met mijn broer, 2,5 jaar ouder, en mijn moeder. Sterke vrouw, daar kun je alleen maar bewondering voor hebben hoe iemand in die moeilijke tijden en als eenoudergezin de zaak kon rooien. Lagere school, goed gegaan. Daarna naar de middelbare school, de Rijks-HBS, dat bestond toen nog. Dat is, het gebouw ziet u hier. Het is intussen een Rijksmonument geworden. In het centrum van Assen. Jij ging naar school? Klassieke school, klassieke leraren, hoop geleerd, met veel plezier. En er werd zo goed lesgegeven, vond ik, dat ik eigenlijk niet de noodzaak voelde om veel huiswerk te maken. Dus ik ging heel veel buitenschoolse activiteiten ging ik ondernemen. Ja. En één daarvan was freelance persfotograaf. En dit is een beeld van de TT-races in Assen. Het grootste sportevenement in Nederland met meer dan 100.000 bezoekers. Hoe oud was je hier toen je dit maakte, Geer? Ja, ik weet niet precies, want ik ben nog wel een aantal jaren doorgegaan met dit werk. Maar ik begon daarmee denk ik op mijn 16e. Dit is eigenlijk een heel professionele foto natuurlijk, hè? Ja, ik heb veel andere dingen ook gefotografeerd. Maar ik heb er zeker specialisme in het motorrace ontwikkeld. Dat vond ik als jongen vond ik dat natuurlijk wel heel spannend om daar in die berm te liggen en dan dit soort foto's te maken. Tien je er nog wat aan? Ja, het levert een aardige zakcent op. En ik ben dat ook later door gaan doen tijdens mijn studie. Want op mijn 18e ging ik naar Amsterdam, studie politiek en sociale wetenschappen. Ja. Toen ben ik dit ook door blijven doen. En dat was een aardige aanvulling op de studietoelage die ik had. Politiek en sociale wetenschappen? Politiek en sociale wetenschappen. Een langdurige studie aan de Universiteit van Amsterdam. Het kon ook alleen in Amsterdam. In de jaren 60, de roerige jaren 60, dus de maatschappelijke onderwerpen lagen eigenlijk op straat voor het oprapen. Hoe lang is langdurig? Nou, er stond minimaal 7 jaar voor, maar dat haalde niemand. En ik heb er 8,5 over gedaan. Dat was niet de absolute kopgroep, maar, zeg maar het was een beetje de voorkant van het peloton. Zeg maar. Daar moeten studenten nu toch over dromen, denk ik. Ja, alhoewel. Ja, het is maar van welke kant je bekijkt. Als je snel afgestudeerd wilt zijn, dan is de huidige tijd natuurlijk beter. Maar deze studie is helaas door de studieduurverkorting de nek omgedraaid. Ja, wat zie studentenhuwelijk, ik hier? Want ondanks al die wilde dingen van de jaren 60, de Roaring Sixties, werd er volop getrouwd onder de studenten. En hier ziet u een foto van de trouwdag van mijn vrouw en mij. Studentenhuwelijken, er zijn een hoop gesneuveld. We zijn er ook, die zijn toch van bestendige aard gebleken. Ja. En gelukkig was dat, hoorde daarbij. Dus dat was een heel plezierige zaak. Ja, leuk. En dit is wel, wanneer was dit? Dit was in 1967. 67, ja. Inderdaad, ja. De roerige jaren. Dat was dus in de roerige jaren. Dan heb jij
een opleiding gedaan in de, richting 8,5 jaar lang die je net noemt. En, ja. En dan, ja, dan word je uiteindelijk iets heel anders. Daar komen we straks op terug. Ik ga eerst even, als je dat goed vindt, de leidenaar van de week uitroepen. Zeker. Ja, dames en heren, de leidenaar van de week. U bent van ons gewend dat wij elke week iemand in het zonnetje zetten, omdat hij op een bijzondere wijze dat verdient. Deze week heeft de jury het volgende daarbij overwogen. Onze leidenaar van deze week had een goede reden om zijn adres in Leiden in te ruilen voor een werkplek in het nabije Zoeterwoude, in een prachtig atelier aldaar. Hij vond daar een geweldig mooi onderkomen, een atelier waar hij zijn prachtige kunst kan bedenken en maken. Hij is voorwaar bekend als Leidse kunstenaar en heeft ook zijn sporen al ruimschoots buiten Leiden verdiend. De laatste jaren voor Zoeterwoude vanuit zijn atelier aan de Haagweg 4. Zijn vertrek uit Leiden onlangs viel helaas samen met een daad van vernietiging van zijn kunst. Het was zeer fraai werk op de muren van de meelfabriek. Hij pleegde de daad weliswaar zelf, maar het kwam toch behoorlijk aan. Bij hemzelf en bij ons, en zeker ook door de wijze die paste bij een artiest. Hij sloeg namelijk zelf met een hamer zijn wandschilderingen stuk. Omdat de betreffende muren van de meelfabriek verwijderd moesten worden, gebeurde dat. Zo'n optreden, het zelf doen, het zelf vernietigen van je eigen kunst, past bij het ware kunstenaarschap. Juist omdat hij dat dus zelf deed, nu zijn werk eenmaal door de sloperhamer zou worden geveld. Wij vonden dat een stoere en een moedige daad van een kunstenaar. En daarom is hij deze week onze leidenaar van de week, Maurice Braspenning. Mooi. En hier ziet u hem. Mooi. Een bijzondere kunstenaar die het verdient om in het zonnetje te staan. Jij kent zijn werk, Gerard? Ja, een deel wel in ieder geval. Ja. Prachtig dingen maakt hij. Hij hangt ook in de Lakenhal. Hè? Ja. Hij heeft werk in de Lakenhal. Ja. Gerard, ik wil overstappen naar dat werkzame leven. Jij bent heel lang in 's Lands dienst geweest. Maar misschien is het goed om even te vertellen hoe die aanloop daar naartoe is gegaan. Ja, na die 8,5 jaar studie was het toch een punt van wat ga je nou doen? De journalistiek in, waar ik wat ervaring in had, aan de universiteit blijven. Maar begin jaren 70 werd de sfeer daar er niet beter op. En er was toen een baan bij Buitenlandse Zaken die ik kon krijgen. En ik dacht, nou dat doe ik dan voor een paar jaar. Dat leek me eigenlijk wel aardig. Maar dat is dus wat uit de hand gelopen. Dat is dus bijna 40 jaar geworden. Meer dan 38 jaar ben ik bij Buitenlandse Zaken gebleven. Ja. Waarvan meer dan 20 jaar in het buitenland. En ik begon het eigenlijk steeds interessanter te vinden. Steeds boeiender. En ook het leven en werken en wonen in het buitenland. Ja, het verruimt enorm je blik. Je leeft in andere culturen, totaal andere mensen. En het aardige van het werk bij Buitenlandse Zaken is dat je ook in principe iedere 4 jaar een nieuwe baan krijgt. Is dat niet vervelend? Ook? Ja, het heeft natuurlijk zijn nadelen. Ja. Maar aan de andere kant, zeker als je in het buitenland zit, is het goed om te wisselen. Want je moet niet al te vertrouwd raken met het land waar je zit. Want dan ga je misschien soms al te veel begrip tonen voor wat er in dat land gebeurt. Ja. Terwijl je toch de belangen voor Nederland moet behartigen. En je wisselt ook af dat werk in het buitenland met werk in Nederland, hè? Ja, je moet af en toe naar Nederland, want je vertegenwoordigt in het buitenland Nederland. Nou, dan moet je wel ook weten wat er in Nederland gebeurt. Ja. En in Nederland veranderen de dingen. Dus als je over een periode van 38 jaar hebt, ja, Nederland na 38 jaar ziet er toch echt anders uit dan daarvoor. Hoe is dat in de privésfeer? En dan denk ik bijvoorbeeld aan kinderen die je hebt. Ja. En hoe ervaren die dat om voortdurend, om toch behoorlijk regelmatig te moeten verhuizen en weer een nieuwe omgeving te krijgen? Dat is een probleem. De aanpassing, de vriendjes, de scholen. Ja. Voor kinderen die goed kunnen leren is het over het algemeen niet zo'n probleem. Ja. Die passen zich wel aan. Kinderen met leerproblemen, daar zijn rampzalige voorbeelden van. Rampzalige zelfs? Ja. Er zijn mensen die duidelijk achterblijven, die dan van het ene schoolsysteem naar het andere moeten en dat gewoon niet lukt. Ja. En dan zie je dat soms zo'n gezin de helft naar Nederland teruggaat of helemaal naar Nederland teruggaat. Ja. Kan ook weer leiden tot echtscheidingen. De hoeveelheid echtscheidingen binnen de buitenlandse dienst is denk ik wat groter dan in de maatschappij. En dat wordt door dit soort dingen veroorzaakt.
Als je bij, je noemt dat ook de buitenlandse dienst, dat is niet hetzelfde als het ministerie van Buitenlandse Zaken, want dat is natuurlijk een veel groter geheel qua mensen. Maar de buitenlandse dienst, dat zijn dus echt de mensen die ons land vertegenwoordigen. Je bent niet meteen zeg maar de hoogste man in het buitenland van in een buitenland, om eens wat te zeggen. Er zijn rangen en standen. Er zijn rangen en standen, dat is natuurlijk in het bedrijfsleven en dat is bij de Rijksoverheid in Nederland ook zo. En bij de gemeente ook zo. Je begint zeg maar even onderaan de ladder en... Dan is de kwestie van... Hoe ging jouw ladder? Nou, de ladder was eerst in Den Haag en daarna naar Helsinki als eerste secretaris. Wel als tweede man direct op de post. Daarna naar Rome voor het NATO Defense College. Terug naar Den Haag, naar Indonesië als tweede man wat op dat moment de grootste ambassade was die we hadden in de wereld. Naar Senegal als ambassadeur, toen was ik 50. Daarna terug naar Nederland als inspecteur van de buitenlandse dienst, rondreizend in de wereld om te kijken of de ambassades een beetje doen wat ze moeten doen en hoe ze dat doen. En toen nog twee ambassadeursposten, één in Thailand, ook geaccrediteerd in de omliggende landen, en naar Kopenhagen. Ja. Ja, en die vertegenwoordigt daar dus de staat der Nederlanden. En hier zien we een plaatje. Een ambassadeur begint zijn officiële taak nadat hij de geloofsbrieven heeft overhandigd aan het staatshoofd van het andere land. Ja. Dus hier sta ik met koning Bhumibol, de buitengewoon geliefde koning in Thailand. Die intussen overleden is. Ja. Opgevolgd door een iets wat... Wij zouden zeggen tegenwoordig een wappie koning, of niet? Nou ja, ik zal me van kwalificaties ervan onthouden. Maar die is toch wat anders dan zijn vader, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Ja. Ik zie dat je handen heel precies op het papiertje zitten, op het envelopje zitten. Ja, je wordt niet geacht dat zo met één hand aan te reiken. Je wordt geacht dat keurig met twee handen aan te reiken. Mocht je de koning wel een hand geven? Ja, zeker. Oh, dat mag? Ja, zeker. Zeker. Dus in die zin ben je meer dan een taai? De Thai die groeten met een waai. En eigenlijk is dat een hele mooie manier van begroeten. En zeker in tijden van corona is dat... Maar hij is toch onaanraakbaar geweest altijd, of niet? Ja, nee, zo ligt dat niet. Oh, toch niet? Ligt dat vreselijk niet. Gelukkig kunnen we dat bijstellen. Nee. Hij was natuurlijk een buitengewoon geliefd koning. Maar ja, je moet het ook wel eens aanbieden aan mensen die minder geliefd zijn. Zoals bijvoorbeeld de dictator van Burma, van Myanmar, de generaal Than Shwe hier, die was toen nog de dictator. Ja. En hij leeft nog altijd. En welke rol hij op de achtergrond speelt, zoals hij al een rol speelt, dat weet ik niet. Maar hij is wel degene... Je bedoelt nu in de recentere ontwikkelingen. Ja, hij is wel degene die de huidige coup-pleger in Burma in het zadel heeft geholpen. Ja. Dus dat is een beetje spitsroeden lopen dan een... Maar dat ook daar overhandigen met twee handen. En als dat dan gebeurt, dan kom je op de voorpagina van hun propagandablad. The New Light of Myanmar. Ja, dat is dan een... Dat hoort ook bij de taak. Het is allemaal niet één groot feest. Het is niet één groot plezier. Maar het hoort bij het werk. En interessante mensen ontmoet je in serie bijna in dat werk. Die volgende... Ja. Ja, want dit is ook Burma. Dit is Aung San Suu Kyi. Ziet u daar in het midden van de foto, die frêle dame? Ja. Ik zit daar links aan op de bank. En dit is met de EU-ambassadeur. Zij was toen net een paar weken uit huisarrest. En we hebben toen met de EU-ambassadeurs... Het is heel belangrijk in het buitenland dat ook die EU-ambassadeurs met elkaar dat contact hebben. Je hebt heel veel aan elkaar in het buitenland. En we hebben toen die ontmoeting gehad met Aung San Suu Kyi. Een indrukwekkende dame die... Dus weer afgezet is als premier in feite bij de coup van 1 februari. Is ze indrukwekkend? Ja, ik vond het een indrukwekkende vrouw. Ja. Ook in de opstelling naar, is ze ferm genoeg om het te kunnen voorhouden? Ja, maar het is een hele gecompliceerde situatie. Ik denk dat we daar een aparte uitzending voor zouden moeten hebben om dat uit te leggen. Okay. En dan heb je Afrika, hadden we ook een ontmoeting op een foto. Wie is dit? Dit hier links in zijn Grand Boubou, dat is een mooie klederdracht in West-Afrika. De heren zien er daar fantastisch uit. Dit is Abdoulaye Wade, die was toen oppositieleider. Een megalomaan denkend mens. Hij is later president geworden van Senegal. Geen groot succes, geloof ik. En ik had hier blijkbaar iets met hem te bespreken. Dit was kennelijk op onze Koninginnedagreceptie, want ik heb daar een oranje strikje op mijn refer. Dus dit zal op de Koninginnedag zijn geweest. Ik heb het idee dat je hier iets belangrijks staat te zeggen. Ja, ik heb geen idee of het belangrijk was of niet, maar
Dat, was in ieder geval, echt vrolijk is het niet, hè? Dat is een serieus gesprek, blijkbaar. Ja. Dan ga je op een zeker moment ook naar Indonesië. En daar heb je natuurlijk, dat is voor Nederland een heel belangrijke plek geweest natuurlijk. Ja, en zeker in die periode. Dat was een hele moeilijke tijd van hele moeilijke relaties vanwege de mensenrechten in Indonesië. Waar deze meneer, Benny Mordani, minister van Defensie en voormalig commandant van de strijdkrachten, een grote rol in speelde. Hij zat op de achtergrond, nauwelijks op de achtergrond, bij de bezetting van Oost-Timor, waar het Indonesische leger echt schandelijk heeft geopereerd. En het zou mij ook niet verbazen als dit gesprek over Oost-Timor gaat. Jij moet dan die boodschap ook overbrengen van het standpunt van de Nederlandse regering. Zeker. Zeker. Ja. Dat is niet altijd eenvoudig. En dat, je wordt daar niet betaald om aardig gevonden te worden. Nee, krijg je overigens bij die. Je hebt geen opleiding als. Even tussendoor. Je hebt geen opleiding als diplomaat. Dus je moet dat soort vaardigheden. Moet je hebben of je eigen maken? Ja, dat is zo. Maar misschien is 8,5 jaar studie politieke sociale wetenschap een redelijke opleiding voor het werk. Dus dat, niet specifiek gericht op de dingen. Nee, dat leer je dus in die functies van je chefs op de post. Is het onaardig als ik zeg dat laveren is? Nou, dat is het wel. Het is natuurlijk voortdurend een kwestie van afwegen en een kwestie van in hoever ga je. Zo'n gesprek met de generaal Tan Swee, daar moet je geen verkeerd woord zeggen. Je wilt toch je punt maken, je moet geen verkeerd woord zeggen, want dan maakt hij onmiddellijk een eind aan het gesprek. En ja, daar heb je ook niks aan, want je moet wel. Ja. Toch een van de kenmerken van de diplomatie is dat je met elkaar in gesprek blijft. Ja. Dan ben je daar als jouw baas in feite, de minister van Buitenlandse Zaken? Ja, dit was in Senegal met Hans van Mierlo. Ja. Die heb ik op diverse plekken in de wereld in diverse hoedanigheden ontmoet. En het was altijd reuze gezellig, moet ik zeggen. Een heel plezierig mens om mee te werken. En hier was het kennelijk warm, dit was in Senegal. Ja. Je ziet intussen wat transpiratievlekjes bij Hans optreden. Dat is, het was altijd ontzettend leuk. Dan ben je ook nog in Thailand, waar we de eerste foto over ging. En een van de hoogtepunten in jou, denk ik, zou ik kunnen bedenken, in jouw carrière als diplomaat, is dit moment, denk ik. Hè? Ja, dit was 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Thailand. En de koningin is toen op staatsbezoek geweest met Willem-Alexander. En dat is een enorm karwei, zo'n staatsbezoek voorbereiden. En tijdens zo'n staatsbezoek moet ook alles rimpeloos verlopen. Hier begeleid ik de koningin op weg naar het concert dat zij aanbood aan de Thai van het Nederlands Blazersensemble. Ja. De Thaise koning Bhumibol was een voortreffelijk klarinetist en componist. Dus dat kan met het Nederlands Blazersensemble samen, kan dat niet stuk. Dat kan niet stuk. Overigens even ook weer tussendoor. Daar komen we zo op. Jij zegt, er mag niks fout gaan bij zo'n staatsbezoek. Hè? Maar gaat er wel eens ooit iets fout? Nou ja, maar je moet proberen toch zoveel mogelijk improvisatie buiten de deur te houden. Het moet allemaal tot op de minuut geregeld worden. En dat is daar ook gelukt. Hele kleine dingetjes daar gelaten. Maar nee, dat moet lopen. Want er is een enorme organisatie die erachter zit. Dus als de majesteit het maar niet merkt. Nee, de majesteit houdt niet van verrassingen in zo'n staatsbezoek. Nee. Altijd buitengewoon. Terecht denk ik. Ja, dat kun je niet hebben. Dat is een... Hier nog een ander hoogtepunt, denk ik. Toen zat ik intussen in Denemarken, want 2004 was 400 jaar Nederland-Thailand. En dit is 2005 en dat was 400 jaar Nederland-Denemarken. Dan zie je hoe actief Nederland was in het begin van die 17e eeuw met zijn externe betrekkingen. Ja, ja. VOC natuurlijk, 1602. Ja. Maar de Oostzeehandel was ook van groot belang. En ook de relaties met Denemarken. Dus geen staatsbezoek, maar wel een groots diner in het kasteel Kronborg, waar kroonprinses Mary, de Maxima van Denemarken, zeg ik dan maar, de eregasten was, samen met Constantijn en Laurentien en de ministers van Buitenlandse Zaken en een hele optocht. En dat was buitengewoon aardig om te doen. Ja. Nu hebben wij een heleboel bekende of iets minder bekende mensen gezien, maar allemaal grootheden in het land. Hier zien we er nog een. Dit is eigenlijk een beeld. Dit was de aftrap van een groot feest in Thailand ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima.
Dat wordt daar ook gevierd op zo'n ambassade? Dat hebben we daar, ja, dat is een beetje een keuze wat je dan doet. We hebben gezegd, nou, dat moeten we dus groots gaan vieren. Dus we hadden ook een relay met Nederland, met een samenvatting van de televisieuitzendingen. En s'avonds een groot feest in de tuin van de ambtswoning voor 600 Nederlanders. Grote tuin. dit is dan de aftrap, de toast, samen met de Argentijnse ambassadeur en zijn vrouw en mijn vrouw, helemaal links in beeld. Was nog gevoelig natuurlijk met Argentijnen vanwege de vader van Maxima. Maar, dus hij moest wel toestemming van zijn regering hebben om bij mij op bezoek te mogen komen voor deze aftrap. We gaan even een beetje er doorheen vanwege de lengte van deze uitzending. zie je... Ja, want dit is... Kijk, de Nederlandse gemeenschap is ook een belang... Dan ben je als ambassade een belangrijk ankerpunt. De verhouding ook met de Nederlandse vereniging is vaak van groot belang. Maar ook van Nederlanders die in de problemen raken. Zoals hier met Pedro Ruizing. Een van de mensen die we daar in de gevangenis hadden in Thailand vanwege de drugstransporten. Hij was tot levenslang veroordeeld. Maar hem hebben we dus ter gelegenheid van dat staatsbezoek vrij kunnen krijgen. Hij heeft gratie gekregen van de Thaise koning. Ook dat is werk van de ambassade. Daar hebben we hard aan getrokken, hard tegen geduwd. Dit is uiteindelijk gelukt. En hier zien we de nieuwe honorair consul in het noorden van Jutland. Ja. We hebben meer dan 300 honorair consuls over de wereld die ook helpen als Nederlanders in de problemen zitten. En hier moest een nieuwe consul geïnstalleerd worden. Dan beëdig je de nieuwe consul als ambassadeur. Hier en nog verder? En daar wordt dan een feestje van gemaakt. Dat is een aardigheid. Even snel nog. Bij het volgende plaatje zien we een ander werkterrein. Je moet de economie behartigen. Ja, de belangen van het Nederlands bedrijfsleven. Zowel de grote jongens, Philips, Shell, et cetera, als het midden- en kleinbedrijf. En organiseren dan ook voor hun relaties dan een golftoernooi. Dit was in Thailand van Philips. En dan word je als Nederlands ambassadeur word je daarbij gevraagd om mee te spelen. Heb ik nooit met tegenzin gedaan, kan ik je zeggen. Dan nog twee laatste shots. Het eerste is het veldbezoek in Senegal. Ja. Ja, dat is Dat is ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dat is ook een taak van de ambassade. En de laatste is een dierbare herinnering, denk ik. Dat is de foto waarop je samen met Helle Haase zit. Ja, Helle Haase kwam op bezoek in Indonesië na het voltooien en publiceren van haar roman Heren van de Thee. Goede vriendin geworden en fantastisch mens hier met haar kleindochter links. En we zitten hier gezellig aan een diner in een restaurant in Jakarta. Het tekent eigenlijk een ander werkveld, namelijk de culturele betrekkingen. Cultuur, we hebben altijd veel gedaan aan tentoonstellingen, aan concerten, et cetera. Ja. Om toch in het buitenland wat verder te komen met het imago van Nederland dan klompen, tulpen en molens. Nu gaan we schielijk over naar het derde onderwerp waarover ik je wilde spreken, Geert. Deze week bijna is het jouw, dat is bijna aan de hand, is het jouw laatste optreden in de historische vereniging Oud-Leiden. Ja. Dus we moeten het ook even over jouw werk en jouw periode in Leiden hebben. Ja. Heel kort is dat je in Leiden kwam wonen. Dat is een beetje, eigenlijk toch een beetje toeval, maar je hebt wel je hart verpand aan de stad in de loop van de tijd. Ook in de periode dat je in het buitenland zat, regelmatig terug. Ja. Je bent uiteindelijk in 1986 in de binnenstad gaan wonen. Ja. En dat heeft natuurlijk allerlei dingen losgemaakt bij je. En toen je met pensioen ging, ik doe het even een beetje met een sneltreinvaart. Toen je met pensioen ging, ging je andere dingen doen. Je hebt toen bijvoorbeeld dit boek geschreven, een herinnering aan jouw periode in Indonesië. Ja. En je zat toch al aan het schrijven in eerdere perioden. Want je hebt ook nog, daar hebben we het nog niet eens over gehad, een geschiedenismethode voor het basisonderwijs geschreven. Ja. Die dan notabene met ook een groepje nog, hoor, niet alleen. Ja. En dan die ook nog in het Zweeds vertaald is. Kennelijk vinden de Zweden de geschiedenis zoals wij het doen interessant genoeg. Ja, dit vonden ze interessant. Ja. 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 Nou, en dan ineens ben je dus betrokken bij, na je pensioen, bij een nieuwe grote liefde voor de stad. Daar wil ik je graag even over aan het woord laten in het kader van de Historische Vereniging Oud-Leiden. Je bent daar vicevoorzitter lange tijd geweest, maar eigenlijk vooral ook voorzitter van de Commissie Historisch Karakter van de Binnenstad. Die geschiedenis laten even weg, maar ik wil even die hoogtepunten in die periode met jou langslopen. Ja. Dat moet in een redelijk korte tijd. Ja, dat is goed.
Plaatje 1 is het befaamde terras van Annie's. Dit is Annie's in coronastand, zullen we maar zeggen. Hopelijk gaat dat spoedig weer veranderen. Daar lag een plan voor een enorm vastogend terras. En daar zijn we tegen het geweer gekomen. Daar hebben we 7 jaar tegen geprocedeerd. Totdat we vorig jaar zeiden van, laten we nou eens elkaar niet alleen in de rechtszaal ontmoeten, maar laten we om de tafel gaan zitten om te kijken of we eruit kunnen komen. Dat is gelukt, er is nu een compromis. En daar zijn we dus heel blij mee dat gelukt is na al die jaren. Een nagel aan jou, nee dat klinkt onaardig, maar de nagel is er toch wel, dat is de Morspoort, hè? Ja, die is duidelijk mishandeld. Ik bedoel, je ziet hier een trapje voor de Morspoort. Nou, Morspoort is gemaakt voor de toegang en het uitgaan van de stad. En dat was ook met paard en wagen. Sorry. En handkarren, dus daar hoort geen stoepje in te zitten. Dus het is een heel raar idee om hier een stoepje in te gaan maken. Ja. Dat was om verkeersstroom te voorkomen door die stad heen, maar dat heeft dus niet tot succes geleid. Want er zijn zelfs auto's doorheen gegaan en die kwamen dan vast te zitten op dit stoepje. Dus het was een idiote toestand. Ja, ik kan je vertellen dat ik dat zelf een keer heb mogen meemaken. Dat is toch een bijzondere sensatie. Ja. Daarom staat nu aan de buitenkant staat zo'n betonnen paaltje om te voorkomen dat er weer auto's doorheen gaan. Ja. En dit heet in vaktermen zo'n betonnen paaltje die je veel ziet in Leiden, die heet een alfenaartje. Ja. Dus het is eigenlijk een absoluut idiote constructie dat de oudste stadspoort van Leiden nu bewaakt wordt door een alfenaartje. Ja, en we hadden al Amsterdammetjes die waalpaaltjes werden herdoopt. Ja. Ja. Dus je moet wel wat gevoel voor humor hebben om dit te kunnen waarderen. We zitten een beetje door jouw portefeuille heen te praten die je in de afgelopen 8 jaar, want dat is het hè, periode van 8 jaar... Die commissie die behartigt de belangen van dingen die niet kunnen spreken, monumenten en erfgoed. Ja. En dit is er één waarvan vaststaat dat het erfgoed is, ook al zal veel Leidenaren dat nog niet meteen herkennen. Ja, het is duidelijk gekwalificeerd als erfgoed door een deskundigenrapport. Dat komt dus niet van onszelf, maar het is ook aanbevolen als gemeentelijk monument door de Adviescommissie Cultuurhistorie. Alleen, het komt BMW om andere redenen die niks met monumenten te maken hebben beter uit om het te gaan slopen. Maar daar zijn we dus nog niet, daar zijn we nog niet klaar mee. Dan hebben we de hoogbouw. Dat moet heel snel. Ja, de hoogbouw. Ja, dat is een punt van zorg. En dat zal het de komende jaren zeker blijven, denk ik. Want het zijn allemaal. Dit is dan bij het Stationsplein, maar we zien ook bij Lied en we zien andere hoogbouwplannen. Daar maken we ons wel zorgen over. De Breestraat. De Breestraat is een mooie, dit is nog een stukje hoogbouw, want kijk, dat krijg je dus vanuit de binnenstad. Ja, en het water, hè? Ja, dan krijg je vanuit de binnenstad krijg je dus zoiets op de achtergrond van Herema. Ja, dat gaat toch het historisch stadsbeeld behoorlijk verstoren, dat is jammer. Ja, wij moeten heel snel afronden, want we zitten aan de tijd. We laten nog eventjes dat filmpje zien, denk ik. Heel kort, want je hebt ook nog het NOS-journaal gehaald als het over de binnenstad ging. Dat is dat mooie medaillon in de Breestraat. Ja, dat is mooi gerestaureerd. Ja. Dat filmpje, dat laten we nu even zien. Dat is dat bijzondere verhaal over het Stadhuistoren. Ja. Ja. Daar komt-ie. De enige manier om tijdens de renovatie van het stadhuis bij de toren naar boven te gaan is via een bouwlift die langs de buitenkant van de Stadhuistoren loopt. Eenmaal boven is duidelijk te zien dat het zandsteen in de loop der jaren behoorlijk zwart is geworden. Dat schoonmaken zou ongeveer een ton kosten. Hey, daar is net wel een keuze in gemaakt, omdat het best wel prijzig is. En het is helaas zo dat met de luchtvervuiling die we in Nederland hebben, dat kan je dan wel uitvoeren, maar dan is het binnen enkele jaren weer vies. En dan is maar de vraag of die kosten daartegen afwegen. En die afweging is gemaakt en er is besloten om het voorlopig nog niet te reinigen. En dat leidt tot verontwaardiging bij de historische vereniging Oud-Leiden. Ja, dat is heel jammer eigenlijk dat niet gebeurt. Het is natuurlijk een enorme grote renovatie van het stadhuis. De gevel aan de Breestraat ziet er al fantastisch uit. En dan is zo'n toren bovenop het stadhuis is toch een beetje de kers op de taart. En die ziet er niet erg appetijtelijk uit. Dus het is jammer dat die niet wordt meegenomen. Ik moet een eind maken aan dit gesprek, Gerard, ofschoon wij weten van elkaar dat we nog best een stukje door hadden kunnen praten. Ik dank je ontzettend voor je medewerking vandaag. Graag gedaan. Ik dank de technici van vandaag, Rick en Yves. En ik kondig u aan, dames en heren, volgende week de volgende aflevering met Licht op Leiden, met Menno en Miep Smitslo samen met Ton Kolbeck. Volgende week Licht op Leiden.